Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 30 augustus het startsein gegeven voor de voorlopige terinzagelegging. De start was in de Hermitage Mall met het plaatsen van een mobiele unit. Het ministerie heeft in samenwerking met de districtscommissariaten in de verschillende districten en resorten deze units geplaatst om de burgers in staat te stellen hun persoonsgegevens te controleren. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken wil de goede reputatie behouden die Suriname internationaal geniet op het gebied van de organisatie van verkiezingen. We willen het zelf naar een hoger niveau tillen, zei de bewindsman. Het is voor ons belangrijk dat wij dus een heel schone kiezerslijst hebben. We weten dat in de afgelopen jaren, althans de laatste verkiezing, er heel wat onbestelde oproepingskaarten waren. Ondertussen hebben we dat kunnen reduceren naar 6.500, waar in eerste aanleg het 40.000 was. En daar zijn er verschillende redenen hoe het komt dat het naar 6.500 gereduceerd is. Maar een van de belangrijke dingen, denk ik, is, en ik heb begrepen dat het nu 3.000 is geworden. Nou, dat is geweldig. Elke keer als we gaan onderzoeken wordt het minder. En het kan veel minder worden als de burgers komen checken, kloppen hun gegevens en vooral dat stukje van verhuizing, dat ze dat doorgeven. Want het is een beetje lastig, deze, dat de meigo, dan ben je niet op het adres. Dus laten we de mensen stimuleren om dat te doen. Districtscommissaris Erik Groude van Paramaribo Zuidwest riep het kiezersvolk op massaal gebruik te maken van de mogelijkheid die wordt geboden de kiezerslijst te controleren. Er komt nog een periode, maar laat deze kans niet voorbij gaan, benadrukte de burgervader. Dat in mijn vorige functie, degenen die mij kennen, heb ik meegemaakt dat er burgers gewend zijn geweest te gaan stemmen, minister. Maar op de dag van de stemming kwamen ze niet voor. En dan begrijpt u dat het jugu jugu is. Ja, altijd kom ik voor en plotseling bla 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 bla. Mijn vraag was naar die burger op dat moment: bent u de kiezerslijst gaan controleren? Minate van Santi. Ja, daar heb je de pop aan het dansen. Want was hij geweest, dan had men kunnen constateren dat hij niet voorkwam. En dan was die correctie gedaan. Dat is een van de grootste redenen waarom ik de mensen oproep. Kom kijken, maar niet alleen als je voorkomt. Is je naam correct? Je geboortedatum, je adres? Het geeft je een gevoel dat jij erbij hoort. Tot zover Erik Groude, districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest. Hij sprak op 30 augustus bij de officiële aanvang van de voorlopige terinzagelegging. Het startsein is gegeven door het plaatsen van een mobiele unit in de Hermitage Mall.